Over deze grote kleine vriend wil ik ook wat zeggen. Als deze het niet lukt in de showbiz, dan hoeft er niemand meer aan te beginnen. Kelvin, van harte gefeliciteerd, jongen. De winnaar is Calvin. Mijn naam is Calvin en ik kom van een koeienboerderij. In 1996, het jaar dat Tupac werd vermoord, de Chinezen het jaar van de rat vierden en er een kettingbossing plaatsvond op de A19 bij Wervik, gebeurde er nog iets. Ik werd geboren. Ik groeide op in Groningen. Met twee oudere broers, een vader, moeder, 140 koeien en een windmolen. Ik voelde me nooit speciaal. Hield me op de achtergrond en vond mezelf vooral klein door alle grote mensen om me heen. Er gebeurde weinig in mijn leven. Beetje slapen, koeien melken, spelen in het gras. Oh ja. En ik huilde. Veel. Heel erg veel. Zoveel dat ik er echt van overtuigd ben dat sommige overstromingen mijn schuld waren. In ieder geval. Toen ik met mijn beste maatje Quinten ontdekte hoe een webcam werkte, maakte ik mijn allereerste filmpje ooit. Ja, ik weet het. Het is het meest achterlijke filmpje dat ik ooit gemaakt heb. En ik was niet de enige die dat vond. Ondanks deze haters dacht ik, krijg even allemaal dat. Ik heb toch niks beters te doen. Dus maakte ik in de jaren daarna filmpje, na filmpje, na filmpje, na filmpje. Tot ik naar de middelbare school ging. Ik stopte, omdat ik dacht dat ik anders niet cool zou zijn. Ik stopte mijn camera weg en besloot me te gedragen als normale tiener. Een paar jaar later zag ik iets eigenaardigs. Mijn broer keek naar mensen uit Amerika die hun leven filmden en op een website zetten. YouTube. In Nederland deed niemand dit. Toen was het duidelijk. Ik zette mijn camera aan, ging zitten, filmde mezelf en monteerde het op een extreem trage computer. Ik wilde de grootste YouTuber van Nederland worden. Ik uploadde het op YouTube. De eerste stap was gezet. Mijn eerste video kreeg 3 views. Mensen om me heen zeiden dingen als: waarom film je jezelf? Je hebt 3 kijkers. Waarom doe je zo debiel? Je hebt 3 kijkers. Waarom doe je niet gewoon normaal? Je hebt 3 kijkers. Tegen die mensen zeg ik het liefst: hallo. Jullie hadden het mis. Ik haalde mijn diploma, besloot niet te gaan studeren en verhuisde naar Amsterdam. In de jaren daarna kwamen er nieuwe kijkers bij en gingen de kijkers weg. Ik moest omleren gaan met bekendheid. Vallen en opstaan. Mijn relatie ging uit, maar gelukkig ook weer aan. Ik startte nieuwe kanalen, maar haalde ze ook weer uit de lucht. Ik bood mijn beste vrienden een fulltime baan aan, maar moest ze 1 jaar later allemaal weer ontslaan. Ik bouwde mijn eigen studio en brak alles weer af. Kortom, er is zo achterlijk veel gebeurd, jongens. Holy fuck. Goed, laat me je meenemen in mijn verhaal. Over hoe ik als jongen van de koeienboerderij uitgroeide naar iemand met 130 miljoen views op YouTube. Over hoe ik denk, leef, lach, maak en onderneem. Over hoe ik van niks naar kliks ging. Over waarom wij de toekomst in handen hebben. En over waarom ik zeker weet dat ook jij van niks naar kliks kunt gaan.